Goedemorgen allemaal. Het is 7:30 ochtends. Zondagochtend. Ik ben gekomen in Jakarta. Home of the Asian Games. Asian Games is onze sport kwalificeer voor de Olympische Spelen van Japan. Al. En ook nog de laatste kans om sommige teams er in de WK gaan spelen. Live te zien spelen. Zoals Maleisië en Pakistan die in onze ploeg, in onze groep zitten. En India, dat mogelijk als alles goed gaat, kunnen wij in de kwartfinale tegenkomen. Dus en 8 dagen werkbezoek in Jakarta. En ik probeer heel veel aan jullie te laten zien. Zometeen is tas pakken in de taxi, in de hotel, douchen en gelijk dan naar het stadion. Want vandaag is het een mannenhockeydag. Dus aan de slag. We komen in ons appartement met een keukentje, woonkamer met een prima uitzicht naar Jakarta skyline, de arme wijken en de grote hotels en gebieden. Badkamer, wasmachine, helemaal goed. Letterlijk kind kan de was doen. We gaan beginnen. Met taxi naar de mijn accreditatie op te halen van een ander hotel, van de Visions Hotel. En een, die Olympic Lanes, maar deze Asian Games zijn niet zichtbaar. Het is echt een drama op de straat. Iedereen op elkaar en met de best man win. Maar we zijn vrolijk, we zijn in Jakarta. We gaan ervoor genieten. Oké. Kom bij Basje. Mijn zogenaamde avontuur met hockey is hockey venue vinden was 400 meter in de Visions Hotel, dus zo dapper was ook niet. Dus we zijn er al. Alleen ik vrees dat dit wordt vanavond eten en drinken. Hoi, was goed? Het is trouwens een gigantisch evenement, de Asian Games. Als je kijkt in de hoeveel sporten worden gespeeld, dat zowel Olympisch als in de continenten, Aziatische continenten, belangrijk zijn, bekend zijn. Het is een gigantisch evenement en ik ben heel erg benieuwd naar alles eromheen. Hey! We zijn er. Korea-Japan. De winnaar is, wordt de vierde halve finalist. En hier heb je eerst de rugbyers aan het trainen. Ik val voor nu om hier te blijven om daar te gaan kijken. Nee, je moet zicht ondersteunen. Come on, Japan! Kom op. Het is een prachtig mooi stadion wat ze hebben hier gebouwd. Twee nieuwe velden. Kleine tribunetje. Ziet er echt gewoon top uit. Ramalam. Ben ik. Goedemiddag. Half finale Asian Cup. Winner maakt een kans voor Tokio. India, Maleisië. Ik zeg India 4-1. Deze pakt hij. Het is heel spannend. 6-6. We gaan doen mee. Onze voorspellende waarde is ook 0. Ja, heel slecht. Ik zou ook 4-1 voor de wedstrijd hebben nog.
You said it. You said it. Yes. You said Finnish. Why? Gut feeling. I feel from the beginning. Finnish. Het is een soort van plenairhaal waar heel veel van die venues zitten, vooral die vechtsporten. En ook buiten heb je die winkels om te gaan shoppen. Kom maar, Siam. Gaan we proberen bij de rest weer te lopen. Ik kreeg van die van de kennis van mij en van die bij alle venues binnen kunnen komen. Dus gaan we proberen op een rol en even binnen te komen. Strike a pose. Yes. We gaan proberen bij de rugby binnen te komen. Die is hier naast. Onze best. Ik ga eerst op die security. Hier komen we de rugby, zie bij de VIP section. Japan, Sri Lanka, gaande. Rugby sevens. Daar, de lichtmaster is Bokki. Zometeen brons medaille voor de mannen. India, Pakistan, altijd een toppot om te kijken. Voorspelling India. En daarna achteraan de finale. Maleisië, Japan. Maleisië moet winnen. Anders is het ticket voor de continent Azië. Gaat door naar de kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus voor Maleisië de grootste kans om Tokio's ticket te winnen is zometeen. Maar eerst even smullen met India-Pakistan. De wedstrijd dus India gewonnen 2-1. Ik denk dat Pakistan gaat meer verdiend voor de wedstrijd. Zometeen, zoals je kunt zien, zijn Maleisië en het zwart. Hier bijna de rood, finale van de Asian Games. Voor Maleisië nogmaals alleen maar een overwinning heeft een ticket voor de Olympische Spelen. En ik verwacht dat Maleisië gaat 2-1 winnen. Bij deze. Malaysia 54-55 op de finale. Corner Malaysia binnen 10 seconden Japan heeft gescoord. Sinds 5 Malaysia binnen 30 seconden dat Japan 5 al scoorde. Nog 1,5 minuten te gaan. Shootouts.
finale was waanzinnig. Japan had ik wel terecht gewonnen, vind ik. Shootout 6-6, spectaculair. Terug naar het hotel, het is bijna 12 uur 's avonds. Ik moet wachten om Siegfried te kunnen spreken. Feliciteer. Hij was echt heel druk met die met onze vrienden van de pers. Salam malam. Malam. En nu voor mij blijft alleen maar vanavond en morgen overdag een beetje rondkijken door Jakarta. Kijk als ik kan binnenkomen op andere venues. De laatste dag van die Asian Games. En s'avonds terugvliegen naar Amsterdam. Ochtend naar de finale. We gaan zo meteen met Siegfried even zo zitten. En die database de hele harde schijf krijgen van de Asian Games. Kijken hoe hij voor staat de ochtend naar de grote overwinning. David en de coach de volgende ochtend. Hoe voel je? Eerlijk zijn. Prima. Man. Prima. Heel moe. Heel even geslapen. Bijna niet. Helemaal goed. Ik had veel te vinden en dan allemaal dingen bekeken, druk zijn. Kijk eens, deze grote baas van Mollema, kijk eens. Daar is die. Dit is sowieso die allesregelaar. Oh my god, whiskey. What's that? I love this. What's that? He always bringing for me. Dude. Wow.